Jordi Romme, we staan hier op de Brink en het zou eigenlijk fijn zijn als het weer wat anders was. Als het mooie weer is, als je een mooie zomeravond had. Dat is voor wat betreft de horeca niet altijd het geval geweest. Wat betekent dat voor jullie? Op zich mogen we niet klagen. We hebben 6 mooie weekenden gehad. Iets minder weer af en toe gehad, zoals dit weekend. We zijn net precies open, dus ik hoop toch dat er daar nog een aantal mensen, wij hopen dat er nog een aantal mensen komen. Misschien hebben we een hele mooie nazomer. Ja, dan mogen jullie hier ook nog zijn op de Brink? Nee, dit is het laatste weekend. Dit is het laatste weekend, je hebt nog de zondag dan? Zondag, ja. Morgen sluiten we mooi af met z'n drieën. Met die horecazaken en gaan kijken. Ja. Hoe is het dan in algemene zin geweest, Lieselot van Kool? Nou, het is gewoon, vorig jaar hebben we natuurlijk een prachtige zomer gehad met heel veel mooi weer. En alles was gesloten. Je mocht thuis niemand uitnodigen, want dan kon je beboet worden. Je kon je vrienden alleen maar hier zien. En dat hebben we dit jaar wel een klein beetje gemist. Je merkt toch dat iedereen weer op vakantie kan en terecht. Hè? Ik bedoel, ga als je kan gaan. Maar dat hebben we wel een beetje gemist hier, als we eerlijk zijn. Het is net echt het helemaal volle. Elke avond hebben we helaas niet gered. Maar we hebben wel echt superleuke avonden gehad. En we hebben wel gewoon het volk uit de buurt komt. En dat is het belangrijkste voor ons. Misschien denkt jouw broer er ook zo over. Ja, ik deel die mening helemaal. Ja. Zeker. Ik ben blij dat het gemoedelijk is gebleven. Er zijn geen gekke dingen gebeurd, geen corona-uitbraken. Ja. We hebben gewoon alles netjes kunnen doen zoals we het willen doen. Alleen ja, het weer heeft wat minder tegengezeten. En de maatregelen waren voor ons net wel jammer dat we niks konden doen extra. Waardoor we een beetje meer sfeer konden creëren. Maar ondanks alles mogen we echt niet klagen. Nee, want het is wat geweest, Jordi, met de horecamaatregelen. Ja. Er is boosheid geweest, er is blijdschap geweest, er is misschien wel uitzichtloosheid geweest. Onder andere, hè, natuurlijk voornamelijk het nachtleven. We hebben alle drie een andere zaak. Hè. De ene is meer gericht op het nachtleven, de andere meer op het diner, op het eten. Dus dat zeker inderdaad. Dus heb ik alle drie andere maatregelen eigenlijk. Ja. De ene zaak mag volledig open, de andere kan een gedeelte open. Ja. Maar het is voor ons alle drie. Ik denk voor heel veel andere horecaondernemers zeker niet leuk. Dus we zijn wel blij dat we het op zo'n manier kunnen oplossen. Met z'n drieën een terras doen op de Brink in Stunnis. Ja. Lieselot, hebben jullie er wel eens met de vuist op tafel geslagen dat je zegt van toch, hadden we dat gedacht en nog is het weer anders? Ja, zeker. Ja, we hadden hier graag een groter feest willen hebben. Dus dat we meer konden doen. Maar dat zat er gewoon ook dit jaar niet in. Vorig jaar wisten we natuurlijk dat het er niet in zat. En dit jaar hadden we eigenlijk gehoopt natuurlijk dat we op zaterdagavond een bandje konden neerzetten. Of iets in die trant. En dan is het wel jammer dat dat niet kan. Ja. Dat is wel echt... Was het ook echt zo van je was er klaar voor en nou is het weer anders? Ja, ik zeg het misschien met een open mind zo van dat leidt tot woede. Ja, tuurlijk. Het is gewoon frustrerend dat je niet kan doen wat je graag zou willen doen. Ja. En dat frustreert ons allemaal wel. Maar ja, niet alleen ons, natuurlijk ook de gasten, want die willen ook wel wat meer dan alleen het biertje. En ik denk dat iedereen er toch wel aan toe is. Ja. In het verleden, Geven Kool, was er bij de mensen bekend van nou, die samenwerking tussen de horeca, die is er nu nadrukkelijk wel. Ja, nou, we zijn daar vorig jaar mee begonnen. Voor mij voor het eerst dat ik een keer ging samenwerken met de andere zaken. En die samenwerking dat die er nooit is geweest, ik snap het niet helemaal, want het gaat nou echt supergoed. We kunnen het goed met elkaar vinden, we zijn het vaak meteen met elkaar eens. Ja. Natuurlijk hebben we af en toe dat zouden wij anders doen, maar ja, dat is een beetje geven en nemen. En dat gaat eigenlijk zo gemoedelijk supergoed. Nee. Ik ben er heel blij mee in ieder geval. Ja, leuk is natuurlijk om te zien dat je iedere horecazaak van ons drieën is anders. Heeft een bepaalde andere kijk op een bepaalde activiteit of zou het anders aanpakken. En dan heb je nog natuurlijk het drinken en het foodgedeelte. Dat is ook twee verschillende takken in de horeca. Dus daarin vullen we elkaar goed aan. Dus dat is alleen maar goed.
Wat zien jullie, je mag elkaar ook aanvullen hoor, voor de toekomst als ideaalbeeld? Want er staat nogal wat op het programma, gebouwelijk en zo, het centrumplan, dat is voor de drie burgemeesters van belang. Dat we kunnen blijven draaien en dat mensen blijven komen en dat er samenwerking is, dat er goede communicatie is en die is er. Ik bedoel, de communicatie tussen ons en ook de andere horecabedrijven hier om ons heen, die zijn er en die is goed. En we hopen gewoon dat het bruisend is en blijft en wordt. En ja, er kan veel meer, maar daar moet iedereen ook wel voor openstaan. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ik hoop dat iedereen ook dadelijk wil. Dat ze zien dat er verandering is en dat ze denken, hier ben ik trots op, dus ik kom ook. Dat woord bruisend had ik ook in mijn hoofd. G, hoe zie jij dat? Als het hier gaat, hoe zou het gaan bruisen? Nou, wat ik hoop, wat later gaat gebeuren, want er gaat een hoop weg en gaat een hoop komt nieuw terug. Ik weet niet precies hoe en wat, maar dat het dadelijk gewoon echt een besteding is. Dat je in de middag gewoon lekker naar de Brink kan fietsen en dat daar gezelligheid is op verschillende terrasjes met verschillende bezigheden. Met een kiosk die je open staat te draaien. Ja. Dat voor alles wat te doen is en dat het gewoon altijd leuk is om de deur uit te gaan. En mag er nog meer horeca bij komen? Van mij wel. Meer ziel, hoe meer vreugd. Ja. Geldt ook voor jou, Jordi? Jazeker, zeker. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Het gemeentehuis natuurlijk komt daar kleed te staan. Welke invulling daar aan gaat komen. De linkerkant, de rechterkant natuurlijk. Ja. Dus hoe meer buren, hoe beter. Ja. Het heeft de avonden als zodanig, die hebben, ja, jullie zeggen unaniem eigenlijk, nou, we mogen niet klagen, het weer was niet altijd. Die zijn goed verlopen in de zin van ordelijkheid en afspraken. En, ja. Ik denk dat mensen hier uit de buurt gewoon weten bij wie ze gaan zitten. En dat ze denken, we moeten ons gedragen, want anders mag het niet meer. Nee. En dat zou zonde zijn. Dus ik denk dat iedereen heeft zich wat dat betreft heel netjes gedragen. En daar zijn we heel blij mee. Dat publiek, dat mag tot 12 uur hier zijn, maar die zouden wel tot 2 uur willen blijven. Ja, en ook tot 4 eigenlijk. Dus, dus het kan nooit laat genoeg. Nee. Hoe dieper in de nacht, hoe beter. Hoe dieper in het glaasje gekeken wordt. Het is heel erg jammer natuurlijk dat de horeca allemaal om 12 uur dicht moet. Het maakt niet uit welke zaak je ook hebt. Dus je kunt daarna niks doen. Nee. Dat heeft wel een consequentie. Veel thuis zitten en het geeft gewoon gelijk anders. Ja. We hadden het er net al over, hè? Jullie zeggen, horeca had het moeilijk, het is voor ons wel meegevallen. Maar als je dus alle media leest, dan zijn er ook grote tegenvallers geweest, hè? In den landen bedoel ik. Overal in Nederland, er zijn heel veel mensen die het natuurlijk hartstikke zwaar hebben. Kijk maar naar Limburg, dat als je dan eindelijk weer open mag, en dan komt er een heleboel water aan. En dan staat je toko of je zaak onder water. Ja. Ja, dat doet heel erg pijn. Dus heb je een tweede of een derde klap gekregen. Ja, ja. We hebben voornamelijk de lockdown. Ik denk voor ons alle drie wel. Zoals Wim, Van Kool en wij, Frans dan. Ja. Goed gebruikt eigenlijk. Ja. Voor de goede orde, Wim hoort hier eigenlijk ook bij, maar die was verhinderd. Hè? Wim is van het cafeetje. Ja, Wim is van het cafeetje. Ja. Ja. Die had vandaag is verhinderd. Ja. Wim heeft voor de eerste dag dat hij niet komt. In 6 weken tijd. Ja. Want Wim is altijd trouw. Wim is eigenlijk het vaste gezicht wel hier op de avond. Ja. Hij is echt de kastelein inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is ook weer, Wim is echt de kastelein zeg maar aan tafel, hij doet dat super goed. Dat is ook wel leuk, de identiteit van de verschillende zaken. Nou is het kwart over 8 of zo, zijn er nog niet zoveel mensen, komt zo'n avond wat later op gang, maar hij duurt wel korter. Het duurt korter, 9 uur denk ik, zoiets, 9 uur meestal hè, tot 12, dat is wel makkelijk hè, eindtijd. Jullie hopen natuurlijk op een verlenging van de sluitingstijd. Wat is het normaal? Bij ons is het eigenlijk wel rond 12 uur een heel eind afgelopen. Ja. Zou je eerder bij Jordi moeten kijken en bij Wim, want die zijn natuurlijk later en langer open normaal gesproken. En op een andere manier, dus ik denk dat die er meer... Ja. Wat is de sluitingstijd dan bij jullie bijvoorbeeld, bij Friends? Normaal gesproken zijn er 3 uur open. 3 uur? Als er een evenement is of de kroeg achter is open, dan is het echt om 3 uur. Ja. Dankjewel.